Ja, Joey Slegers, hij ligt hier op de grond. Maar op het laatste moment pak jij de titel van de Man of the Match nog even binnen. Wat een moment. Ja, zeker. Zeker na zo'n lange tijd zonder publiek. Als je dan in de 92e minuut een winnende goal maakt. Het is voor jezelf mooi en ook voor de mensen die deze wedstrijd komen kijken. Ja, beschrijf die goal eens. Wat gebeurde er op dat moment? Ja, ik denk dat we wel een beetje aandrongen om die goal nog te maken. En ik zag Hugo aan de zijkant doorkomen volgens mij. En hij legt die bal voor. Hij kwam iets achter mij. Ik zet een stap terug. En ik tik hem met links richting de hoek. En de keeper raakte me aan. Dus ik zag niet of hij er wel van, maar ik zag hem net bollen. En toen, vreugde. Ja, wat voor emotie komt er dan vrij? Beschrijf, want eerst rende je deze kant op en daarna ging je toch het publiek opzoeken. Wat komt er los op zo'n moment dat je eindelijk weer een keer scoort? Ik rende deze kant op en toen zag ik Jens al helemaal gek horen. En toen, met publiek. De eerste keer na zo'n lange tijd dacht je even met hem vieren. Ja, was het eigenlijk een soort van wennen om weer voor het publiek te spelen? Want normaal gesproken hoor je niks en nu hoor je nog een beetje geluid van de kant. Ja, ik vond niet wennen. Ik vind het alleen maar heerlijk als het publiek zit. Want iedere actie die je maakt, die lukt. Dan zie je ze op tribune omhoog springen. En nu het voelde eigenlijk gewoon was van ouds als hoe het altijd was met het publiek. Ja, even terug op de wedstrijd. Eerste helft, jullie komen eigenlijk nauwelijks in de problemen, creëren best wel wat kansen. Wat gebeurde er eigenlijk waardoor jullie de eerste helft niet op de voorsprong konden pakken? Ja, ik denk in de laatste fase, als we rond de 16 kwamen of met de voorzet, dat we niet op de goede plek stonden of dat we niet de trekker over hadden als we rond de 16 kwamen, dat we gewoon moesten schieten. Ik denk dat we de kansen niet benutten. Tweede helft vond ik het iets minder. We begonnen iets minder, we gingen iets verder terug, voor mijn gevoel. En dan kwamen we een paar keer gevaarlijk uit met die voorgoede speler. Maar hij miste de kans en op het laatste maken wij het af. Ja, inderdaad, in de tweede helft was het ook een beetje het verhaal. Balletjes die net niet goed vielen. Was het uiteindelijk toch nog wel een beetje wachten dat die goal viel. Best wel momenten in de 16 gehad. Onder andere een balletje van Brian, waar niet lekker gegeven was op Lorenzo. Was het eigenlijk wachten tot hij viel? Ja, begin van de tweede helft dacht ik even, nu zitten we er niet lekker in. Maar naarmate de tweede helft zag je dat wij ook al steeds meer kansen creëerden. En op een gegeven moment was nog 5 minuten of zo te spelen. Dacht ik van gewoon doorgaan, moet gewoon voor de winnende gaan. Zeker omdat er nu publiek zit. Ja, nou nog 2 wedstrijden, nog 1 thuiswedstrijd. Ga je dan weer voor een bal? Ja, altijd.